Dit filmpje gaat over de herbegrafenis van 3 medewerkers van het ondergrondse verzetsblad De Wacht. Dat tijdschrift verscheen in Rotterdam vrijwel dagelijks vanaf augustus 1943 tot 15 mei 1945. De medewerkers, Wim Hartman, Han Oudwater en Geurt Bos, zijn door verraad opgepakt en gevangen gezet in het Oranjehotel in Scheveningen. Op 8 maart 1945 werden zij, als represaille voor de aanslag op Rauter, door de bezetter op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd en daar in een massagraf begraven. De nabestaanden krijgen echter te horen dat de mannen op 7 maart via Amersfoort naar Duitsland zijn gedeporteerd. In opdracht van de ouders van Han Oudwater maakte amateurfilmer De Heer Goeman deze filmopname van de herbegrafenis op 8 december 1945 op Crooswijk. En zo kunnen we er nu nog getuigen van zijn dat de 3 slachtoffers gezamenlijk en onder begeleiding van familie en een peloton militairen naar een passend graf gebracht worden op de begraafplaats Crooswijk. Vanaf 1941 had het Sint-Franciscus-gasthuis aan de Schiekade een vrijwillige nachtwacht, bestaande uit circa 60 jonge mannen, voornamelijk afkomstig uit scouting. Daardoor kon men, ondanks de avondklok, bij calamiteiten toch snel ingrijpen. Toen de bezetter in augustus 1943 alle radio's vorderde, vatten 4 man het plan op om samen gedurende de nachtelijke wachturen een illegale krant, De Wacht, te gaan maken en drukken in het ketelhuis van het Sint-Franciscus-gasthuis. Met de bezetter op de hielen werd de drukkerij van De Wacht regelmatig verplaatst. Uiteindelijk belandde de apparatuur in de woning van Wim Hartman in de Groenikstraat. Daar werd de wachtgroep op 29 januari 1945 verrast door een inval van de SD. Wim Hartman, Geurt Bos en Han Oudwater werden opgepakt en vastgezet in het Oranjehotel in Scheveningen. Nog diezelfde dag haalden de overige leden de apparaten van de wacht weg en verhuisden het naar een schoolgebouw in het westen van Rotterdam, vlak naast het politiebureau aan de Oosterhavenstraat. Het is inmiddels 5 januari 1947 en filmer Goeman is weer op de begraafplaats Crooswijk, waar het eerste verzetsmonument in Rotterdam zal worden onthuld door burgemeester Oud. De postharmonie speelt onder meer Adieu mes amis en de Marche funèbre. En Rotters mannenkoor bracht het gedicht De 18 doden. Dat monument is een initiatief van de medewerkers van de wacht en bestaat uit een mozaïekvloer met daarop een zandstenen zuil en is ontworpen en gemaakt door Hans van Dijk en Louis de Rode. De tekst op het mozaïek luidt: Voor vrijheid gevallen. Op de zuil staan de namen van de 3 jonge Rotterdamse medewerkers van het illegale blad De Wacht en bovenop de zuil een masker. Vanuit het masker komen 2 handen die een hakenkruis breken. Deze 3 Rotterdammers behoorden bij de 263 mannen die op 8 maart 1945 op verschillende plaatsen in Nederland werden geëxecuteerd, als wraak voor de aanslag bij de Woeste Hoeve op de hoogste SS-politiecommissaris Rauter. Nadat meester F.J. Kranenburg het monument aan de gemeente heeft overgedragen, sprak de heer B. Kniepe namens de wacht een dankwoord uit.